Als allereerste wil ik vertellen over het Disability Congres van afgelopen donderdag 30 november tot zaterdag 2 december. The Art of Belonging. En dat ging over inclusie tussen mensen met en zonder beperking, maar vooral ook over zeg maar de gehele samenleving. We hebben heel erg van het congres genoten. Ik heb heel veel boeiende ervaringsverhalen gehoord en ook heel veel indrukken opgedaan. En het was een heel interessant en waardevol congres waar ik heel fijn op terugkijk. En wat ik heel erg hoop, is dat er in 2018 niet alleen gesproken wordt over inclusie, maar dat er ook werkelijk eens een keertje iets mee gedaan wordt. Want het is hard nodig. Ik kan hier niet veel meer aan toevoegen, behalve ook van mijn kant uit heel warme gevoelens naar het congres, The Art of Belonging. Heel fijn ook om dat samen met Harriet en andere onderzoekers en co-onderzoekers te kunnen beleven. Het was een context waarbij iedereen zich thuis voelde en het gevoel kreeg van hier kan ik iets brengen en hier kan ik iets halen. En mogen we die contexten meer meemaken? In 2018, dat zou heel fijn zijn. Met onze cabrio-training proberen wij te inspireren. Dat gaan we ook in 2018 verder blijven doen. En ik zou willen toosten ook, Harriet, op ons. We hebben nu wel niks in de hand, maar dat komt nog straks. Toch zou ik willen toosten op onze samenwerking. En dat we de komende jaren nog veel met elkaar mogen samenwerken. Ik hoop het ook. Fijne kersttijd allemaal. En een mooi oud en nieuw. Tot in 2018. Doei! Dag!